Marino, hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed. Dankjewel. Ja? Je bent natuurlijk ineens, je was ineens weg uit Rotterdam. Hoe is het dan om hier weer even terug te zijn? Geweldig. Koester heel mooie momenten in Rotterdam natuurlijk. Geweldige club, geweldige supporters, prachtige stad. Dus ik kom heel erg graag. Was toen Shakhtar zich meldde, was toen meteen al voor jou duidelijk van, nou, dit is een uitdaging die ik niet kan laten gaan? Niet meteen, maar kort daarna wel. En dat ging vrij snel. En uiteindelijk moet je gewoon keuzes gaan maken. En zo gaat het in het leven. Ja. Was het een moeilijke keuze? Ontzettend moeilijke keuze. Voornamelijk omdat ik het fantastisch maar zien had bij Feyenoord. En ik genoot van elke seconde bij de club. En dat was best lastig. Maar uiteindelijk moet je wel je knoop doorhakken en uiteindelijk ervoor gaan, zeg maar. En dat heb ik op dat moment ook gedaan. Was die fijne samenwerking met Arne, die je natuurlijk bij AZ al hebt meegemaakt en later bij Feyenoord nog een keer, ook een reden om extra te twijfelen? Ja, nou en of, vooral. Zoals ik ooit heb gezegd, waren niet alleen maar fantastische collega's. Ze zijn niet alleen maar fantastische collega's, maar ook vrienden ondertussen geworden. En dan heb je ook een hechte band met elkaar. Prachtig met elkaar samengewerkt en succesvol met elkaar samengewerkt. En dat maakt het extra moeilijk op dat moment. Alleen de wijze waarop we met elkaar omgingen en hoe we dat tot einde hebben gebracht op dat moment, ja, zegt ook heel veel over onze samenwerking en over onze relatie. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik wil zo nog even met je hebben, uiteraard over Arne, over Feyenoord. Eerst nog even over jouzelf. Hoe bevalt de stap naar Shakhtar tot nu toe? Het bevalt uitstekend. Uiteraard zijn de omstandigheden niet perfect. Laat ik dat even voorop stellen. We kennen allemaal de situatie in het land. En dat merk ik ook uiteraard. Alleen binnen die omstandigheden proberen wij onze maximale eruit te halen. Uit de mogelijkheden die er zijn binnen de club, binnen de team. En tot nu toe lukt het prima. Zijn we hartstikke goed bezig, vind ik. En, het is geen makkelijk proces, maar het is een buitengewoon interessant proces. Wat kun je eens vertellen in wat voor wereld je dan terechtkomt, waar je dan allemaal tegenaan loopt? We weten natuurlijk allemaal de situatie in Oekraïne met de oorlog daar, maar wat merk je daar dan van als trainer van Shakhtar? Nou ja, wat je merkt is in eerste instantie dat je de wedstrijden speelt voor lege tribunes natuurlijk. En dat is al een geen prettige gewaarwording. Daarnaast is er altijd een minuut stilte voor de wedstrijd. Dat is al een confrontatie met de situatie die in het land is. En dat is niet fijn. Dat is vooral treurig voor alle mensen die daar woonachtig zijn. En dat vele reizen natuurlijk. Dat je niet een vaste plek hebt. Weliswaar plekken die je... waar je langer verblijft, maar dat je heel veel reist, dat je eigenlijk een continu op een soort trainingskamp bent met elkaar. Dat is een groot verschil ten opzichte van andere landen, zeg maar. Ik kan me ook voorstellen dat het ook best wel lastig is om steeds daarmee geconfronteerd te worden als je als sportman daar naartoe gaat, steeds met die harde realiteit geconfronteerd wordt. Dat is ook zo. Tegelijkertijd is het ook zo dat je weet waarvoor je daar bent. Dat je met sport bezig bent, dat je bezig bent met een team te ontwikkelen, spelers individueel te ontwikkelen en te presteren. En dan moet het focus eigenlijk daar naartoe gaan. Hoe hard het ook klinkt, maar het is wel de realiteit. Hoe gaat het tot nu toe sportief? Gaat hartstikke goed. Zit in alle drie competities staan we gewoon goed voor. Eerste belangrijke doelstelling, het overwinteren in Europa, hebben we behaald. Met een klein beetje geluk hadden we nog voor een enorme stunt kunnen zorgen om zelfs een Champions League kwartfinales, volgens mij, of achtste finales te halen. Maar goed, de eerste doelstelling is behaald. In de beker zijn we door, zitten we in de halve finale. En in de competitie hebben we volgens mij het minst verliespunt tot nu toe. Hebben we twee wedstrijden minder. Dus daar hebben we ook een stappen in gemaakt. Al is het een vrij pittige en een veel eisende competitie, moet ik er daarbij zeggen. Ja, en dat heeft niet alleen met de tegenstanders te maken, maar ook vanwege de situatie en het vele reizen, denk ik zomaar. Vooral dat. Vooral te maken met veel reizen. Met enorm veel tijd die je kwijtraakt aan de reizen. En daardoor ook tijd kwijtraakt aan nodige trainingssessies die je wil hebben. Vervolgens een stukje vermoeidheid die daarbij komt kijken. Maar ook de kwaliteit van de tegenstanders. Die vind ik een grote middenmoot. Serieuze stappen hebben gemaakt. En ook flink kunnen concurreren met ons. Het
moet ook wel gek geweest zijn, denk ik. Terwijl ik even wat aan de camera doe vanwege de zon die wel in je gezicht aan het schijnen is. Moet het denk ik ook wel een gekke gewaarwording zijn geweest. Je komt op de ene dag aan, de volgende dag speel je ineens in Nou Camp tegen Barcelona. Ja, maar ja, dat zijn ook de keuzes. Hè. Je kunt wel zeggen, oké, okay, dan wacht ik even een maandje of twee en dan pas sluit ik aan. Of ik sla die wedstrijd over en dan pas sluit ik aan. Maar zo zit ik niet in elkaar. Als ik vraag van mijn ploeg en mijn team en iedereen in de club om moedig te zijn en met de lef te spelen, dan moet ik dat zelf ook laten zien. En vandaar dat ik op dat moment ook koos om die wedstrijd te gaan doen. Is het ook schakelen om ineens weer eindverantwoordelijker te zijn in plaats van, zoals bij Feyenoord, een AZ-assistent? Een aantal dingen wel, maar een heleboel dingen niet. Het heeft te maken met je grondhouding, vind ik. Hoe ervaar je bepaalde posities? Ik heb me altijd verantwoordelijk gevoeld. En die verantwoordelijkheid draag ik eigenlijk in mijn karakter met zich mee. Dus wat dat betreft niet. Nou, er komt er heel veel andere dingen op je af natuurlijk. In organisatorische aspecten, et cetera. Zeker in de situatie waarin wij ons bevinden. Dat wel. Maar het maakt het niet minder leuk. Je zei net ook, het is fijn om hier weer even te zijn. Hè? Omdat het, ja, het voelt toch een beetje als thuis hier in Rotterdam. Mis je Feyenoord wel eens? Ja, je kunt niet Feyenoord missen. Hoe uitzicht dat? Wat mis je dan precies? Nou ja, dat is eigenlijk de club, de mensen, de sfeer in het stadion natuurlijk. Ja, alles. De collega's, de spelers. Nou, dat is logisch, dat is normaal. Zeker als je dan een lange periode bij een club hebt gezeten, mooie momenten hebt meegemaakt. Ja, dat is fantastisch. Koester ik alleen maar mooie herinneringen aan. Maar tegelijkertijd ben ik hartstikke blij dat ik ook bij Shakhtar ben. Het is ook een geweldige club met prachtige mensen. Die in ja, toch een bijzondere omstandigheden tot prestaties moeten zien te komen. En dat is een buitengewoon interessant proces. Neem nog eens mee in die tijd bij Feyenoord. Hè? Hoe kijk je zegt al ja, mooie dingen natuurlijk meegemaakt daar. Hoe kijk je daar sowieso op terug? Naar al die ja, toch bijzondere momenten. Europese finale, kampioenschap. Nou, als ik zie waar we vandaan moesten starten. En vanuit volgens mij tweede voorronde Conference League. En binnen twee jaar spelen gewoon groepsfase Champions League. Ja, daar kunnen we met elkaar enorm trots op zijn. En blij zijn dat er gewoon een exceptionele prestatie neergezet is. En dat is gewoon buitengewoon mooie herinneringen met al die momenten. En hoogste punt natuurlijk met kampioenschap. Maar daar is in principe en ieder en, verantwoordelijk voor en verdient een compliment voor. En met name Arne Slot als hoofdtrainer natuurlijk, die leidend daarin is geweest. Maar allerlei andere leidinggevenden in de club natuurlijk. Vanuit de Raad van Commissarissen tot onze directie. En alle mensen die dat proces met keihard werken en met plezierige en fijne persoonlijkheden dat proces ondersteund hebben, die verdienen alle complimenten. Was de kampioenschap het mooiste van die hele periode? Uiteraard is het een ultieme prijs, dus wat dat betreft wel. Maar we hebben zoveel mooie momenten meegemaakt dat je eigenlijk geen onderscheid daarin kan maken. Ook Europees finale is een geweldig moment, maar ook een diverse internationale wedstrijden waren fantastische momenten. Met een geweldige support van onze supporters, dat was gewoon allemaal. Eigenlijk, bij Feyenoord is bijna elke dag een bijzonder moment. Hoe volg je Feyenoord nu, sinds je vertrokken bent? Ik moet je eerlijk zeggen, heel weinig. Ik heb alleen het laatste stuk gezien, laatste wedstrijd gezien tegen Utrecht. Volgens mij was het bekerwedstrijd. Toen was ik nog vrij en toen waren wij vrij. Maar voor die tijd eigenlijk niet, want ik was in een bijzonder hectische periode terechtgekomen met reizen, met heel veel wedstrijden, met heel veel trainingen, et cetera, et cetera. Dus ik heb daar niet zoveel van meegekregen. Ik heb uiteraard wel contact gehad natuurlijk met Arne en via hem heb ik het een en ander meegekregen, maar niet veel gezien. Ik ben heel erg blij dat eigenlijk Feyenoord nog steeds de ploeg is en de team is eigenlijk die compete voor de bovenste plek. En ook in Europees overwinterd heeft, wat ook een knappe prestatie is, laten we niet vergeten. En in alle drie competities ook bezig is. Dus dat is alleen maar mooi om te zien. En ik ben heel blij om dat te zien. Je zegt dat al iets over je band ook met Arne, hè? Dat jullie echt vrienden zijn geworden. Wat zorgt er nou ook voor dat verder die samenwerking zo fijn verliep tussen jullie?
Nou, diverse zaken natuurlijk. In eerste instantie karakterologisch zijn we anders, maar zeker vooral aanvoelend op elkaar. Daarnaast heb je min of meer dezelfde voetbalvisie. Dat is altijd prettig natuurlijk, dat je vanuit dezelfde gedachten redeneert en er werkt. Maar voornamelijk persoonlijke touch, zeg maar. Persoonlijke omgang. Ja, we denken heel veel dingen op dezelfde manier en dat is alleen maar prettig. En dat voelt elkaar ook heel erg goed aan, op alle vlakken eigenlijk. Ik ben bijzonder blij dat ik met Arne samengewerkt heb en dat zo'n vriendschap daaruit ontstaan is. En het enige wat ik daarover kan zeggen is dat Nederland, dat Feyenoord als club zijn, ontzettend blij mag zijn met een persoon en de trainer Arne Slot. Wat maakt hem dan zo'n goede trainer, zo'n fijn mens, als je dat eens bij elkaar vat? Mens op zich is het karakterologische aspect uiteraard. En fijn, meedenkend, sociaal voelend. Maar tegelijkertijd is hij ambitieus en gedetailleerd, hardwerkend en een kenner van het spel. En dat maakt hem eigenlijk goed. En ik vind dat hij een buitengewone prestatie neergezet heeft bij Feyenoord. Ook zijn manier van communiceren, niet alleen naar ons van de media, maar ik denk ook naar collega's en naar spelers toe, dat die heel makkelijk en duidelijk is in de communicatie ook. Nou ja, zijn kracht is vooral communicatie, als we het over communicatie hebben, het overbrengen van datgene wat hij graag wil zien, naar de groep toe, naar het individu toe. En dat doet hij uitstekend en dat is voor weinigen weggelegd. Zie je hem bij Feyenoord blijven na dit seizoen? Kijk, volgens mij heeft hij nog contract. Hè? maar tegelijkertijd weten we dat de trainers van zijn kaliber, zijn kwaliteiten, zeer gewild zijn in de rest van Europa. Maar ik zie hem ook bij Feyenoord blijven, want ik denk niet dat proces nog klaar is in die zin van het woord. Het is een continu proces. Weliswaar is er altijd sprake van financiële mogelijkheden van een club. Hoeveel kun je investeren in een groep en in de richting de toekomst? Kun je een trainer daarmee tevreden houden en stellen? Dat is iets anders. Maar ik denk dat Arne nog niet uitgekeken is op Feyenoord. Zeker niet. Wat als jij dan zou moeten invullen voor hem, wat hij nog voor mogelijkheden ziet, wat zie je dan daarin bij Feyenoord? Op Feyenoord zelf? Ja, dat vind ik een lastige vraag om eerlijk te zijn. Dat kan hij het beste zelf beantwoorden. Ik denk dat het altijd gaat om wat kun je bijhalen, wat kun je bijhouden. Dat is wel een belangrijke vraagstuk voor de trainers. Welke perspectief bied je ze eigenlijk ten opzichte van sportieve ontwikkeling? Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is en het meeste prioriteit verdient. Binnen de mogelijkheden van de club uiteraard, want daar heb je toch mee te maken. Hij zei onlangs in een interview, ik zou zomaar eens een soort Arsene Wenger bij Feyenoord ook kunnen zijn. Een trainer die heel lang aan een club verbonden blijft. Oké, dat vind ik wel mooi om te horen, want dat is wel goed, maar dat is best mogelijk trouwens. Waarom niet? Je hebt de type trainers en ik denk dat hij met al zijn vaardigheden die ik net benoemd heb, ook een zo'n type trainer is die bij een club voor langere perioden zou kunnen werken en succesvol zou kunnen zijn. Continuïteit zou kunnen bewaren en bewaken en op een topniveau zou kunnen blijven met een club. Ja, dat zie ik wel gebeuren. Dat zou kunnen. Wat zijn jouw eigen doelen en ambities voor 2024? Nou, vooral gezond blijven en dat er vrede is in de wereld. En voornamelijk in Oekraïne op dit moment waar ik werkzaam ben. En een warm hart toedragen aan al die mensen. Dat is voornaamste wens. En daarnaast natuurlijk om met heel veel plezier het maximaal eruit halen. En spelers te ontwikkelen en team te ontwikkelen. Om leuke wedstrijden te kunnen spelen. Iets te bieden aan mensen. Die naar de wedstrijd kijken, zowel in competitie als in Europees verband. Ja, en uiteraard gezondheid voor alle mensen in deze wereld en vrede.